Hallo iedereen en welkom bij weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Vandaag heb ik voor jullie een try-on haul van Chiquelle en Lovies. Ik weet dat jullie heel graag hauls zien, dus bij deze bear with me, want het is super, super, super heet. Het is 35 graden. Ik heb de fan hier op mij gericht, dus dat het wel deugt. En ik zweet echt niet normaal. Ik kan mijn haar zelfs niet loslaten met dit weer. Want, ja, het is gewoon geen optie. Maar toch, dedicated as I am, ga ik jullie alles laten zien wat ik heb gekocht. Als eerste is dit topje. Dit is een redelijk basic crème topje. Amai. De underboob sweat is real. Het is echt veel te warm, sorry. Maar dus, dit is het topje. Super, super cute. Ik heb er nu geen BH bij aan. Maar omdat dat hier zo'n band heeft, blijft dat echt super goed zitten. Dit is de achterkant. Het is beige, milky. Het zit hier aan het raam. En ja, ik vind het leuk. Dat heb ik al 2 keer aangehad. Ik vind het een leuke basic op een shortje. Super tof. Volgende is dit super cute lichtblauw topje. Ook weer heel tof. Ik vind het detail van de dikkere bandjes wel heel leuk. Het zit wel zo een beetje strakker onder mijn armen. Hier, maar voor de rest past het wel echt heel goed aan. Super mooie kleur. Super tof voor deze warme zomerdagen. Dan heb ik dit gele blouseje. Een geel blouseje met een kraagje en V-hals. Ik heb dit ook in het bruin, in zo'n bruin kleurtje. En nu dus ook in het geel genomen. Super, super tof. Dit vind ik echt zo'n blouseje wat ik heel... dit is echt zo'n t-shirtje wat ik heel vaak zou aandoen. Last but not least is dit wit blouseje met knoopjes. Ook weer heel cute, heel mooi detail hier. Super leuk, zo'n ruffeldetail, ook aan de mouwtjes. Heel simpel, maar gewoon echt super cute. Ik koop heel graag blouses bij Chiquelle, omdat ik ja, die gewoon allemaal super vind zitten. Dat ze heel mooi zijn en dat je ja, die gewoon heel veel kunt dragen bij heel veel dingen. Ik heb trouwens ook een kortingscode voor jullie bij Chiquelle. Ik zal mijn kortingscode hier zetten of onder in de beschrijving. En dan kunnen jullie shoppen. Ik zal ook al de items erbij zetten die ik heb gekozen. En dan wens ik jullie heel veel shopplezier. Dan gaan we nu over naar de Lovies haul. Oké, Lovies. Als eerste bij Lovies heb ik dit topje. Ook weer enorm schattig. Er staan allemaal hele kleine hartjes op. Heel erg cute. Ook weer een heel mooi detail hier. Met zo ruffeltjes. Echt heel tof. Vind ik echt super cute. Dit kun je ook aandoen met een lange broek of zo. Als het wat kouder wordt met een golfje over. Dat is wel echt top. Als volgende heb ik deze hele mooie satijnen top. Hier kreeg ik best wel veel vragen over toen ik naar het Vijvercafé was gegaan met Niels, Celine en Nick. Dus dit is een zwarte satijnen top. Met touwtjes om te binden. Super mooi detail. Ik vind zo'n satijnen tops tegenwoordig wel echt heel tof. Want dat maakt het zo toch wat chiquer. Maar toch is het wel stoer als je het combineert met een leuke short of zo. Dus ja. I'm a fan. Dan heb ik een bikini van Lovies. Ik wist persoonlijk zelf eigenlijk nooit dat Lovies bikinis had. Maar dus door op een site meer te shoppen, heb ik ontdekt dat ze ook super leuke bikinis hebben. Ik vind vooral het broekje echt super, super tof. Van achter ziet het er zo uit. Echt wel een leuk broekje. Ook leuk dat je het kunt binden aan de zijkant. En het topje is ook wel echt super leuk. Je kunt dat ook weer verstellen hier. En dat is met zo'n sluiting van achter. Echt wel een hele leuke bikini. Ik kies persoonlijk liever een triangelmodel om te zonnen. Maar om eens af te wisselen vind ik dit wel een ideaal model. Oké, dan heb ik een kleedje. Super cute. Ook weer met kleine hartjes. Zwart met witte hartjes.
Maar ik krijg het persoonlijk niet toe van boven. Ik durf het niet toe te doen, want ik denk dat ik het kapot ga trekken. Dus mijn raad aan jullie is size up in dit kleedje. Ik heb een small. Dus een small heb ik normaal. Maar ik had beter een medium genomen. Want ik krijg dit niet toe. En ik krijg die knoopjes hier ook niet toe. En zo'n hele dikke borst heb ik nu ook weer niet. Dus ik zou zeker aanraden om een maatje groter te nemen. En dan denk ik wel echt dat dit een super, super, super cute kleedje is. Dus ik ga mijn small ook in een medium ruilen. En dan als allerlaatste heb ik dit playsuit van Lovies. Dit is dus met een broekje. Zit lekker los, super fijn. Ik vind de voorkant heel mooi. De details hier, die kun je ook nog opstroppen. En de rug is ook gewoon prachtig. Een open rug. Heel erg tof. En ook weer leuk voor hete zomeravondjes. Dan is het toch zo met een mouwtje, dus dat je het niet fris krijgt. En toch fijn en aangenaam kunt zitten. Ja, ondertussen zweet ik nog meer. Maar dit was mijn haul. Dus alles van Chicale en alles van Lovies van jullie onder in de beschrijving. Hopelijk vonden jullie het leuk om te zien. Laat me zeker weten wat jullie favoriete item van mij was. En dan zie ik jullie snel weer. Doei!